Dit is 77 seconden, een video van Klein en Klein over een opmerkelijke nieuwe campagne. It's true. Miller Genuine Draft, a real beer's beer, is launching a seltzer. At first, we didn't entertain the idea. I mean, we brew beer. It's what we do, it's what we love. But then so many other brands started hopping on that bandwagon. Veel biermerken hebben de laatste tijd hard seltzers geïntroduceerd. Water met koolzuur, een smaakje en een beetje alcohol. Bij Miller Genuine Draft Beer hebben ze een bloedhekel aan seltzers, maar toch gaan ze er een lanceren. En dat doen ze op een bijzondere manier. Aan het eind van de film worden de kijkers uitgenodigd om op 13 mei onder het genot van een Miller biertje de lancering van de seltzer live op Facebook of Twitter te bekijken. You see, we absolutely have no problem with launching a seltzer, just as long as we don't have to brew it or get anyone to drink it or perpetuate its existence in the physical world as we know it. And tune in on May 13th to watch us send this seltzer fad to Andromeda. Dank voor het kijken. Vrijdag zijn we bij je terug met een nieuwe 77 seconden.